En dan nu? Wij van Leuke Dingen voor de Mensen adviseren leuke dingen voor de mensen. Hallo kijkers. Nijmegen heeft zich kandidaat gesteld voor Groene Hoofdstad van Europa 2016. En behoort tot de finalisten. Dat werd 3 april bekendgemaakt. Er zijn heel wat keurmerken te vinden in de wereld. En er is tegenwoordig zelfs een keurmerkenwijzer. De keurmerkenwijzer van milieucentraal.nl. U ziet daar in eerste instantie 4 categorieën. Voeding, kleding, cosmetica, shampoo, zeep en schoonmaakmiddelen. Maar daaronder hangen er nog 7. Apparaten, lampen, hout, papier, klussen en verbouwen, bloemen en potgrond en verpakkingssymbolen en overige. We gaan naar de voedselkeurmerken. Die zijn weer opgesplitst in eieren, vlees, vis, zuivel, groenten en fruit, tropische groenten en fruit, koffiethee, chocolade, streekproducten en overige. Jazeker, u ziet het, het is een hele waslijst. Dan gaan we terug naar kleding. Bij kleding hebben we er gelukkig geen extra categorieën bij en ook niet bij de categorie cosmetica, shampoo en zeep. Hetzelfde geldt voor de categorie schoonmaakmiddelen, een stuk of 10. En de categorie apparaten en lampen, daar hebben we er, even kijken, een heleboel. Dat zijn er ongeveer een stuk of 15. De categorie hout, 3. Mixed hout en 100% hout. Interessant verschil. Voor de categorie papier hebben we weer een stuk of 12 diverse labels. En in de categorie klussen en verbouwen een kleine 8 keurmerken. De bloemen en de potgrond, daar kunnen ze er ook wat van. Daar hebben we weer een wildgroei aan keurmerken. En ook bij de verpakkingssymbolen, daar zijn er heel wat. Maar daarvan is het onderste gedeelte eigenlijk geen keurmerk, maar meer een klassificatie. En hebben we ook een leuke categorie. De overige, daar kunnen we weer kiezen uit keurmerk, energielabel, duurzame energie, klimaatcompensatie, winkels en horeca, toerisme en recreatie, goede doelen, veiligheid en kwaliteit. U mag zelf op de keurmerkenwijzer een oordeel gaan vellen over welk keurmerk nou goed genoeg is of niet. En u hebt een vrolijke dag te gaan. Succes met het uitzoeken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Hoeveel van die labels heb je eigenlijk nodig voordat je Groene Hoofdstad van Europa kunt worden?